Hallo allemaal. Nou, dit wordt een niet zo'n erg lang filmpje, denk ik. Maar het gaat meer over de snelle kerstkaart. Want ik heb bijna geen kerstkaart nog af. Ik moet nog een heleboel maken en beginnen. En nou heb ik dus, doordat ik die pakketjes maak voor workshops, altijd heel veel, ja, dessertpapiertjes over. Te weinig voor workshops en te veel om er niks mee te doen. Dus ik denk, ik ga even vast met mijn restantjes en een nieuwe mol een kerstkaart maken. En ik heb dus voor die kaart deze mol gekozen van Essentials. Even kijken, ja, nou schittert die geloof ik niet, hè. Dit zit natuurlijk los. En hele populaire mallen die het ook heel goed doen. En ik heb een beetje de kleur aangepast. Nou, zoals je ziet, dit is een witte mat. Ook weer gemaakt met het 120 grams linnenpersingpapier. Dat is dus niet zo zwaar. Dat scheelt in gewicht. Nou, met de kerst kunnen we natuurlijk wel wat zwaardere kaarten of wat drukkere kaarten maken. Dan mag je tot, geloof ik, 50 gram gaan. Maar ik vind zelf dit ook wel heel prettig werken. Ik heb nog steeds dat nare papier, nare tape, wat zo vreselijk plakt. En waar de beschermlaag heel slecht van afgaat. Dus ik ga nog maar even proberen. Want ik had het namelijk allemaal al geplakt voor ik op het idee kwam. En nou, ik ga toch maar trachten om het eraf te krijgen. En ik geloof dat die rol nu op is. Want dit is gewoon, dit werkt gewoon niet echt prettig. Nou, is een goede les voor de volgende keer. Om nou, toch maar steeds hetzelfde merk tape te blijven inkopen. Dan weet je tenminste zeker dat het goed is. Maar ja, soms moet je wel eens uitwijken, want als de leverancier het op het moment niet op voorraad heeft, ja, dan ga je toch bij een ander kijken of die het wel heeft. Nou, kijk eventjes. Ik heb het al bijna voor elkaar, geloof ik. Zo, ja. Nou, ik heb in ieder geval alle hoekjes los. En ja, dit kan natuurlijk niet missen omdat het allemaal voorgestanst is. Ik vind wel bij deze mal dat ze dus mooie smalle matrandjes hebben. Want dat vind ik met die Dutch Doobedoe mallen altijd een beetje jammer. Die enkele keer dat ik er één gebruik. Ik ben er niet zo'n echte fan van. Maar die hebben allemaal van die brede matranden. En ja, de ene vindt het misschien wel mooi, de andere niet. Ik vind het niet mooi. Maar dat is persoonlijk. En ik vind die mallen ook niet echt origineel. Nou, niet allemaal. Want je kunt er een heleboel gewoon zelf tekenen en uitrekenen. Zo, deze heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ik heb natuurlijk al die velletjes ermee geplakt. Maar met moedbeleid en een beetje tegenzien kom je een heel eind. Nou. Zo. Als eerst maar even al die stukjes los zijn, dat scheelt dan ook. Ja, en deze prikpen is ook niet meer zo erg scherp. Het is al een oudje. En heb heel wat te doorstaan gehad. Zo. Oké, nou. We hebben weer allemaal de stukjes los. Dit is uit het Mega Paper Pack.
de dots. En ik heb al heel veel kaarten gemaakt met dit dessinpapier. Het blijft leuk, vind ik. Maar en de meeste van mijn klanten die zeggen het ook. Het blijft heel leuk. Goed, nou dit zit erop. Verder heb ik natuurlijk hier die nieuwe mol van Marianne gebruikt. En ik heb er een cirkel achter gestanst. Want, en dat is met een cirkelstans van Sizzix. En die heeft een doorsnee van 11 centimeter. De stansen van Sizzix zal ik even pakken. Deze. Daar zit namelijk de snijlijn aan de kant. Bij de meeste stansen zit die op het midden, of een beetje uit het midden, op deze rand zal ik maar zeggen. Maar van Sizzix zitten de framelits allemaal de snijlijnen aan de kant. Dus als je hem ergens oplegt, dan weet je precies waar je snijden moet. Want dan is echt die binnenlijn is dus de snijlijn. En dat vind ik dan wel heel prettig. Want als het soms een 2 mm afwijkt en je zit bijvoorbeeld op een afbeelding die je uit wil snijden, dan kun je dat niet zo goed zien. Dan moet je het altijd een beetje gokken. Dus, nou, deze die gaan we vast maar opplakken. En het achtergrondpapier wat ik hiervoor gebruikt heb, dat is een 120 grams glad papier. Ik heb er helaas niet zoveel kleuren in, want dat had die firma niet. Maar deze kleur die ik nu heb gebruikt, die past er toevallig heel goed bij de hoofdkleur. En de hoofdkleur dat is van Coordinations. Dit is Coordinations, dat is een restantpapier wat ik nog heb. En dat kwam toevallig heel mooi bij elkaar. Kijk, hij zit erop. En die plak ik dus plat hierop. Ik kan natuurlijk ook zeggen van ik doe hem met wat foamtape. Ja, misschien doe ik er wel. Ik doe al wat foamtape. Dat staat eigenlijk wel even wat levendiger. Ja. Het is echt een kaartje. Een leuk kaartje om te maken. Als je niet veel tijd meer hebt en je hebt nog wat restjes over. Dan kun je dat zo goed combineren. Want nu heb ik dus een beetje dus deze, ja, wat is het voor een kleur? Een beetje okerachtig kleur heb ik gebruikt. Het is niet echt geel, ook niet dat. Het plaatje wat ik erin doe, dat is eigenlijk hoort dit er niet in. Ik had een schaapjes, maar ik heb wat pakketjes gemaakt voor een workshop en toen waren de schaapjes op. En op hetzelfde knipveld van Marianne zit dus dit huisje met het vogeltje. En toen dacht ik, nou die ga ik er maar gewoon op doen. Want het kleurt er wel bij. En het is wel een beetje vrolijk, dat blauwe. Het is trouwens deze kerst erg veel blauw, vind ik. Ik weet niet of jullie dit ook vinden, maar er komt wel erg veel blauw tegenwoordig uit. Zo. Nou. Dat is alvast het beginnetje. Simpel, eenvoudig. En dan hebben we dus nog de flapjes die we moeten doen. Daar moet ik ook weer alles afpeuteren. Dat is een beetje zonde eigenlijk, hè, van de tijd. Maar ja, het is niet anders. Dan heb ik hier een soort plootje ingelegd. En je kan waarschijnlijk ook beter ronde vormen, ronde randjes, met lijm insmeren. Denk ik.
Dat is makkelijker. Maar ja, ik wilde eigenlijk van de tape af, omdat het zo lastig is. Dus ik gebruik het zoveel mogelijk. En dan is het op is op. Zo, hé, dat is eraf. Nou, dan gaat hij dan. Aan de binnenkant. Nou, die zit gelukkig in één keer goed. Verder heb ik nog een paar stukjes overgehouden van de streepjespapier. Want ik had dus ook weer voor een paar workshopkaarten de streepjes en de stipjes gecombineerd in andere kleuren. Maar deze gele kleur, die associeer je toch niet zo gauw met kerst. Dus vandaar dat ik die over heb gehouden. Ik denk, nou, dat komt net mooi uit. Dan maak ik die voor mijn eigen kerstkaarten. Dat ik natuurlijk van alles één moet maken. Nou, het is ook bijna gebeurd. Zo. Dan gaan we die er ook tegenaan leggen. Even een beetje. Ja. Het is natuurlijk wel heel fijn dat het allemaal voorgestanst is. Goed. Dan hebben we ook nog de buitenkant. Ik leg hem even plat. En dan gaat hij weer. Er gaat dus inderdaad meer tijd zitten in het afpellen van de beschermlaagjes. Dan in het maken van de kaart. Hè? Maar ja, goed. Het is meer dat ik een idee heb voor jullie. Dat je met een paar restpapiertjes toch nog iets leuks kan doen. Want het zijn net stukjes te weinig voor grote oppervlakte. Nou, oh jee, dat gaat niet goed hier. Hier scheurt mijn dessinpapier. Nou, dan gaan we dat wel even op een andere manier oplossen. Want dat is een beetje zonde. Dan hoop ik dat ik hem er een beetje heel hard af krijg. Ja. Heel voorzichtig. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Hé, zo. Nou, dat is eraf, die is eraf. Dan halen we alles er maar af. Jongen, jongen. Nou. Ja, dan blijft het nog. Zo, hé. Nou, het is weer gelukt. Die gaat aan de buitenkant. Zo. En dan hebben we dus nog een stukje. En want kijk, toen dit aan elkaar zat, was het maar een heel klein stukje. Daar doe je verder weinig mee. Vandaar dat ik het gebruik voor deze kaart. Dan kun je zo mooi, hè, met die kleine flapjes, kun je dat zo mooi wegwerken. Weer een restantje minder op te bergen in de voorraad. Van de restanten die we al hebben. Zo. Nou. De kwelling is bijna over. Zo. Nou, kijk, even kijken. Hij moet natuurlijk wel een beetje mooi aan alle kanten gelijk. Zo, nou, dat is ook weer gelukt. Dat zit. Ja. En nou hebben we dus... even mijn kurkje erop. Zo. Ik heb nog een tekstje gemaakt op de computer in Word. Sfeervolle kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. De woorden sfeervolle kerstdagen en gelukkig nieuwjaar heb ik gemaakt in de Athena of the Ocean. En de woordjes N1,
de tussenin, die heb ik gewoon uit de Calibri gedaan. Dus dan heb je een beetje verschil. En ik heb de grootte op 18 gezet. Dus het is wel een mooi lettertje om te gebruiken. Nou. Meestal print ik een heel vel tegelijk uit met teksten. Dat kun je altijd gebruiken. En ik doe dat ook weer op dat linnen persingpapier van 120 grams. Zo, ik zal nou eventjes mijn flesje dicht doen. Kijk, dit komt dan hier aan de voorkant. Zo. Hier halverwege. Daar doe ik ook een klein stukje foamtape aan één kant. Zoveel mogelijk hier aan de zijkant. Oh ja, natuurlijk. Dat moet mij weer gebeuren. Zit het aan de verkeerde kant. Nou, het is gelukkig nog opgelost. En ik doe hem dan een klein beetje hier. Zo. Nou, dan is die al zo goed als af. Zeg maar. Simpel, eenvoudig, snel. Ik heb nog een paar sterren. En dat heb ik gedaan met een stansje van Billy's Little Stars. Deze. Heb ik van goudkarton gedaan, want deze mooie kerstcirkel van Marianne, die heeft dus ook nog een los stukje, waarmee je dus dat hangertje apart kunt stansen en de verschillende sterretjes. Dus, en omdat ik het een beetje kaal vond, heb ik dan deze sterretjes ook nog gedaan. En daar doe ik een stukje foamtape achter. In het midden. En hier gaat een stukje. Het zijn vier sterren. In verschillende groottes. En ja, ik vind ze wel leuk erbij. Ik heb van dit modelletje, heb ik trouwens van Sissix ook nog een hele oude stans. Eentje uit de... Uit vroeger tijd, uit de jaren 90. Want ik heb dit altijd wel hele leuke sterren gevonden. Goed, nou dan hebben we een kleine. Nee, niet de hele kleine. Maar de op twee naar kleinste maat. Nou, die doe ik hier. En die grote, de hele grote, die doe ik hier aan de voorkant. En dan hebben we de binnenkant ook nog. Die is een beetje kaal. Dus dan doen we ook een grote hier. Een beetje hoger. En ik denk dat ik die hele kleine... Hup. Die doen we hier zo een beetje verdelen. Nou... Even een beetje aan de kant alles. Dit is hem dus, de snelle kerstkaart die je in een, kijken, in een vierkante envelop kunt doen. Ja, hij is 13,5. Hij kan in een vierkante envelop. En hij is niet te zwaar. In ieder geval heb ik alvast één kerstkaart af. Van de, ik meen dat ik er nog iets van 40 moet hebben. Voor iedereen. Dus ik kan voorlopig nog even aan de gang. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende kaart.